Het is alweer 5 jaar geleden dat in dit gebied een der meest dramatische veldslagen van de Tweede Wereldoorlog werd geleverd. De Slag om Arnhem. Ook dit jaar is de heldhaftige strijd der Engelse en Poolse parachutisten op ontroerende wijze herdacht. Op de Airborne begraafplaats bij Oosterbeek, waar 1800 soldaten hun laatste rustplaats vonden, hadden verschillende plechtigheden plaats. Nederlandse kinderen brachten bloemen aan op de door hen geadopteerde graven. Later op de dag trok een lange stoet door de straten van Arnhem. Daarin liepen ook vele nabestaanden van gevallenen, alsmede Engelse en Poolse oudstrijders mee. Het doel van de stoet was het monument bij de Rijnbrug, waar na aankomst onder meer een krans werd gelegd door generaal Sosabowski, de commandant van de onafhankelijke Poolse parachutistenbrigade die bij Arnhem gestreden heeft.